voor het ding. Dit is dood, joh. Wat is het andere kanaal? Oké, joh. Domme dingen. Babe, luister. Ja, die is leuk. Luister, laat dat, luister. Weer de laatste droom. Ik had een rare droom. Althans, raar. Ik droomde dat Gaston van Postcode Loterij bij ons in de straat liep. Oh. En je weet, die mannen komen nooit in Zuidoost. Ja. Nooit in de Bijlmer. En als er iemand wint hier, is het een oud vrouwtje die twee dagen na haar dood gaat. En het, al het geld nalaat aan de kat. Ja, dat klopt. Bra! Ja. Nu die man stond bij ons in de straat. Guess what? Hij belde aan bij ons. Aan bij ons. En? Eindstand. We zijn miljonairs. Miljonair. Miljonair. Jij en ik. Jij en ik, Lucie. Hé. Hey. Hey, ik zeg het je. We hebben zoveel geld gebruikt, hè? Dat geld kunnen we goed gebruiken. Ik zou echt belangrijke dingen doen. Hey, al je Pimax, al je schulden afbetalen. Ik voel je. Hé, hey, veel beleefd. Ik voel je. Ik bedoel gewoon schoenen kopen, tassen, haar en zo. Dus. Maar, nu jij het zegt. Ik zie dat als een teken, hè? Teken. Ik heb ook laatst gedroomd, Kim. Kijk, je hoeft er geen miljonair voor te zijn, maar misschien is dat juist die boodschap. Boodschap. Ik heb gedroomd dat een van die winkels naar me toe was gekomen en mij een diamanten ring, een dikke, mij een diamanten ring gaf namens jou. Dus ik vind wel, vooral nu jij dit ook doorkrijgt als die soort van boodschap, dat, je, dat we dit wel serieus moeten. Q, hoe gaat het? Ze praten met je, hè? Mibi Sami Sumanayu! Taki Taki! Q, gaat het? Q, Wanneer gaan we? Wanneer gaan we? Wogo! Taki! Wanneer gaan we, schat? Ik heb het nodig voor mijn jeje. 3 karaat, minstens. Die wint je van me? Ai, ai. Toch? Ja, ja, schat. Die wint die van mij? Ja, schat. Die wint die van me? Heeft gezegd? Ja, schat. Je moet die ring met je eigen geld kopen. Je eigen geld. Je kan het ook in termijnen betalen. Die wint die van je heeft gezegd. Ja, wint die zwaaien met alle winden mee. Die wint die van je.